grote mensen beslissen heel veel dingen voor kinderen. Maar de wet geldt voor iedereen. En de wet beschermt kinderen. De meeste grote mensen weten dat je alleen in je neus peutert wanneer je in je eentje bent. Baby's weten dat nog niet, want zij hebben dat nog niet geleerd. Als een klein jongetje een fiets pakt van iemand anders, dan weet hij misschien niet dat het niet mag. Als grote mensen dit doen, dan weten zij heel goed dat dat niet mag. En dat dat stelen is. Grote mensen kennen de regels. Kinderen hebben tijd nodig om die te leren. Om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn leven kan leiden, hebben de minister-president, de koning en heel veel andere mensen besloten om een paar goede regels te maken. Die gelden voor alle grote mensen. Andere mensen pijn doen mag niet. Alle regels zijn opgeschreven in dit boek. Dat is de wet. De wet zegt: grote mensen mogen kinderen nooit vragen om de geslachtsdelen van grote mensen aan te raken. En andersom mogen grote mensen ook nooit de geslachtsdelen van kinderen aanraken. Ouders, opa's en oma's en dokters moeten soms wel de geslachtsdelen van kinderen aanraken. Bijvoorbeeld als ze gewassen worden, naar de wc moeten of als ze ziek zijn. Alle grote mensen kennen de wet. Maar wist je dat sommigen doen alsof de wet niet bestaat? Als Sam's trainer zegt: je bent de beste en leukste jongen van de wereld als je aan mijn geslachtsdeel zit. En niemand heeft Sam verteld dat de trainer dat helemaal niet mag doen. Hoe kan Sam dan weten dat hij het niet hoeft aan te raken? En dat hij dat ook niet zou moeten doen? Grote mensen kunnen over heel veel dingen beslissen, maar de wet is de baas over alle grote mensen. Altijd. Elke dag. Elke nacht. 365 dagen per jaar. Elke seconde. De oom van Sophie denkt dat de wet stom is, omdat hij spelletjes wil doen met het geslachtsdeel van Sophie. Elke keer als hij op bezoek komt, wil hij met haar poppen spelen. De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde keer dat zij alleen in haar kamer zijn, heeft Sophie heel veel plezier. Dan is zij gewoon een normale en super aardige volwassene. Maar de zesde keer wordt het raar. Als mama naar de winkel gaat. Haar oom doet zijn broek naar beneden en hij wil dat Sophie het haar rond zijn piemel kamt. Want het is een beetje rommelig vandaag. Sophie vindt dat haar oom zich raar gedraagt. Na afloop geeft hij haar wat geld en zegt hij dat het hun geheimpje is. Hij zegt dat Sophie de fiets krijgt die ze graag wil, omdat ze het leukste meisje van de wereld is. En dat haar pop lacht, omdat Sophie zo'n braaf meisje is geweest. De volgende keer dat haar oom op bezoek komt, spelen ze weer en hebben ze heel veel lol. En hoeft ze zijn geslachtsdeel niet aan te raken. Maar op een dag, wanneer mama weer boodschappen gaat doen, doet haar oom weer zijn broek uit. Hij wil dat Sophie zijn geslachtsdeel aanraakt. En hij zit ook aan Sophie's geslachtsdeel. De wet zegt dat alle kinderen die dit meemaken hulp moeten krijgen van grote mensen die zich wel aan de wet houden. En dat grote mensen die de wet overtreden, moeten leren daarmee te stoppen. Dus als jou zoiets overkomt, dan mag je dat altijd vertellen aan iemand die je vertrouwt. Soms luisteren grote mensen niet naar kinderen. Als dat gebeurt, probeer het dan aan iemand anders te vertellen. Totdat je iemand vindt die naar je luistert en je helpt. Heb je vragen of wil je met iemand praten, dan kan dat gratis en anoniem met de kindertelefoon. Bel 0800 0432 of chat op kindertelefoon.nl.